Hoi allemaal, vandaag weer een kleine update van de Samurai. We zijn wezen verven en schilderen. Ik heb wat hulp gehad van Erik. En het is allemaal mooi droog. Het ziet er allemaal netjes uit. Ook de onderkant. Het tekent mooi af tegen die donkere kleur. Misschien moet ik hem ook maar een lichte kleur houden. Ik zie dat ik vergeten ben om dit nog eventjes dicht te lassen. En hier heb ik ook nog zo'n punt. Ik moet nog een paar stukjes traanplaat zoeken. Die zou ik nog wel ergens hebben liggen. Nog een paar stukjes vergeten met schilderen is ook wel belangrijk. Ja, het is heel lastig om hier tussen te schilderen. Wat dunne verf. Maar uiteindelijk krijg je toch één blauwe kleur. Dus dan zie je er niks meer van. Dus tot zover. Komt hier omhoog. Nou. Dat wordt de nieuwe uitlaat. Ik weet niet of dit een auto is met een katalysator. Zou dit de katalysator kunnen wezen? Dat de demper. Kan die zomaar weg of moet daar een ander voor in de plaats komen? Laat maar even weten. Ik zal er nog wel even een extra steuntje voor moeten maken. Ik ben toch eerst maar met de uitlaat begonnen. Ik heb hier de einddemper heb ik weggehaald. Ik heb daar een verloopstukje op gelast. En dan ga ik over naar een flexibele uitlaat. In theorie zou ik hem gewoon zo kunnen laten zitten. Maar ik ga er toch eventjes een uitlaat zo nog erboven zetten, een einddemper. Ik ben geen voorstander van een schreeuw uitlaat. Dus ik ga kijken of ik dat even netjes erop kan monteren. En dat alles gewoon een normaal geluidje heeft. Are we tooting? Even de schroefdraad een beetje gangbaar maken. Er moeten nog kortere bouten in, maar dit is voor even. Ik dacht deze het hoekijzer maar te gebruiken. En die zo hier erin te lassen. Hier een hier kwamen de gaten. Hier komt een gat. Daar boor ik een gat. En dan komt hier nog een stuk uit. Waar zeg maar waar die aan de frame gelast wordt. Het is een M8. Dus ik boor het gaatje ook maar met M8. Ik heb een mooie boormachine. Even kijken of hij dat gaat doen.
Nou, dat was het wel zo'n beetje. Ik heb de steun daar voor de uitlaat, de einddemper. Ik verwacht dat ik hier ook nog even een kleine steun maak. Dan loopt het net wat mooier. Ik heb hier nog een uitlaatsteun. Dan zal ik deze ook nog bij tegenaan zetten met een constructie. En dan is het projectje uitlaat weer klaar. Ik denk dat het heel mooi is. Dat kan zo wel. Nou, dat was het voor deze keer. Tot de volgende keer. Doe het gewoon met een raam.